Ja, beste luisteraars, nogmaals een hele goede morgen op deze woensdag. En zoals u weet is Ludwig van Milieu in Suriname. Dus we moeten de oversteek maken daar naartoe. Ludwig, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit het tropische, warme Suriname. En Suriname bevindt zich in de kleine, droge tijd, waarin de droge tijd een gezicht heeft van een regentijd. Dus die getijden kloppen niet meer, maar het is lekker warm. En vandaag is het toch eerlijk gezegd een beetje droog gebleven, hier en daar een buitje. Maar het is hoe dan ook een lekker koel klimaat, want Suriname heeft een behoorlijke vochtigheid. Dus als schijnt de zon, dan is het altijd een soort koel gevoel wat je eraan overhoudt. En ik zeg nogmaals, odi odi aan al onze trouwe luisteraars, met name op de Antillen, Aruba, Curaçao en al die andere eilanden, Bonaire, die luisteren. En we kregen heel leuke reacties. En ik moet vooral die personen bedanken die bij de laatste uitzending zeer emotioneel hebben gereageerd op een stukje nostalgie van Zorg en Hoop, waar ook Iwan zijn opleiding heeft genoten. En die mensen hebben allerlei herinneringen naar boven gehaald. Het is fantastisch. En het draagt bij aan onze geschiedenissen, want de optelsom van onze familiegeschiedenissen en wat wij hebben meegemaakt, die optelsom die leidt tot een betere kennis van onze geschiedenis die nooit is opgetekend. Ja, het is, wat wij kennen is de geschiedenis zoals die is opgetekend door de kolonisator. Ja, Nederland. Wat ik wil zeggen hier bij Ludwig, ik moet zeggen dat wij bij Radio Tamara, de luisteraars van Radio Tamara, verschrikkelijk dankbaar zijn dat ze op de zaterdagavond, in de nacht van zaterdag op zondag, zoveel herinneringen uit de 50 en 60er jaren ophalen. En wij moeten kijken hoe wij deze gegevens, deze programma's kunnen gaan converseren. Want die mensen vragen er ook om. Het moet voor de jeugd bewaard blijven. En het zijn echt fantastische verhalen die mensen uit die jaren hier in Nederland hebben verteld tot nu toe op de radio en waar ze nog steeds mee doorgaan. Ja, toch. Dus ik moet nog steeds lachen om verhalen van mijn moeder over het centrum van Paramaribo, wat je een gang, en aan het hoofd van die gang stond Elastiki. Dus ik moest zo lachen om die naam toen ik klein was. Weet je. Maar hoe heet die man weer? Elastiki. Want die man was zo lenig als ik weet niet wat. En het volk had die naam voor die man die bijnaam bedacht, Elastiki. Dus de Elastiki is fitty. Hij jobbelijk wat een nazi. Maar in ieder geval, het zijn hele nostalgische verhalen van al die Surinamers. En je kunt ze nergens vinden hoor. Want ze zijn nooit opgetekend. Omdat het logisch is dat die machthebbers van toen, de kolonisator, het Nederlands koloniaal gezag, had geen interesse voor die gevoelswereld van die lokale bewoners. Ja, om even in die sfeer van die nostalgie te blijven, ik herinner me nog toen ik, want ik was bewust genoeg op 10-jarige leeftijd, toen ik met een KNSM-schip de haven van Suriname binnenvoer, stond ik aan die reling van het schip, heel hoog, te kijken naar de markt, aan de achterkant van de markt. En zodra we voet aan wal zetten in Suriname, hebben we een wandeling. Mijn vader en mijn moeder waren heel trots om ons een wandeling te laten maken door die centrale markt van Suriname. Wel, wanneer je dat gewend bent, dan weet je niet meer hoe mooi het is. Maar ik ben geschrokken, maar in positieve zin, van de originele manier waarop marktverkopers in Suriname hun waar aan de man brachten. Namelijk, het viel me direct op Big Jones, die liedjes zong. Blakadesi, of Blakabepre, Blakayung, Bengi Blokken, Blakabepre, dan 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 dan, Blakabepre, Blakayung. En dus, er werd gezongen.
Hindoestaanse vrouwen. En 5 cent, 5 cent. Hier en met een monotoon geluid. Maar het paste precies op die ritmiek van al die geluiden die op die markt hoorden. En ook al die geurtjes van peper tot en met tijerblad. Alle ruiksoorten en iedereen in kleurige en fleurige kleding. Zelfs die paardenpoep en die ezelpoep op straat kregen een glans. Door die vrolijkheid die er heerste en die sfeer in Paramaribo. Ja, de mensen waren met elkaar. Je had dat wij-gevoel is weg nu. Suriname is meer gaan lijken op die Europese landen waar men langs elkaar heen loopt. He, ik kan me nog herinneren toen ik pas in Nederland was, is dat een van die eerste dingen die opviel. Die mensen lopen rakelings naast je en amane lukuyo. Dus je doet moeite om te groeten, maar amane lukuyo. En toen had je nog in die tijd, en ik praat over eind 60er jaren, was het nog normaal in Nederland dat ik van blakamang en niet atrap blakamang op straat in dat groet, hey. Dan een knikje of weet je, hallo, hey. Weet je, dus een soort solidaire blakamang groet. Alles is verdwenen van dat gevoel, dat wij-gevoel, hè, van wij. Wij zwarte, wij Surinamers, dat is er niet meer. Alles gaat door elkaar en dat heeft een goede kant en het heeft een zakelijke en minder prettige kant. Maar goed, terug naar de orde van de dag. Het is woensdagmorgen 16 maart in het jaar 2022 en we bevinden ons in week 11. Ik ga het een beetje kort houden omdat ik nog moet wennen aan mijn nieuwe setting hier in Suriname. Suriname is geen Nederland waar alles op zijn plaats is en waar je direct je informatie kan halen waar je dat wil. Je moet zelf werken om aan je informatie te komen. En laten we zeggen, de mensen zijn niet zo mededeelzaam. Men is een beetje in zichzelf gekeerd door die crisis die er heerst. Want nogmaals, de Surinamers zeggen het zo, maar het is een crisis en queens uno. Ze worden echt uitgeperst door die economische crisis en die exorbitant hoge prijsverhogingen. Eventjes een persoonlijke informatie nog. Ik had gisteren een bijzondere ervaring, omdat ik ben geïnterviewd door Wayne Tellig in het televisieprogramma van Apinti, To the Point. En dat is een aangename discussie geworden. En daar zult u hopelijk meer van horen, omdat die opname is vastgelegd door Apinti en is via internet is te bekijken. En Iwan gaat moeite doen om te kijken als die tekst en die inhoud op een of andere manier verwerkt kan worden in de programmering van Radio Tamara. In ieder geval, de oorlog in Oekraïne gaat ook voort. Ja, nu, ik laat de berichtgeving voor de Europese journalistiek, maar wat ik kan zeggen is wat hier een beetje doorsijpelt, is dat Rusland en China eigenlijk naar elkaar toe gedreven worden, omdat die sancties in Europa van die aard zijn, dat, dus toen ik zei van die crisis in Suriname, een crisis in Queens aan bevolking, dacht ik direct aan de positie van de Russen op dit moment. Die worden dus nu ook geboycott door Europa. En die oorlog, die Queens, ook die Russen in Rusland, die beginnen het nu benauwd te krijgen, omdat die aanvoerlijnen naar Europa zijn afgesneden. De banktegoeden van de Russen op Europese bankrekeningen worden bevroren. De elite, dat heb ik al eerder gezegd, van plezierboten en jachten had geparkeerd in Engeland. Ja, die zijn ze ook het leven zuur aan het maken. Men heeft die jachten in beslag genomen en men heeft rekeningen geblokkeerd van rijke Russen. En die Russen klagen nu omdat men mensen die eigenlijk met die oorlog niks te maken hebben, maar louter vanwege het feit dat ze een Rus zijn, worden hun banktegoeden leeggeplunderd. Dus er is een werkelijke rush op die Russische tegoeden in Europa. En dat leidt ertoe dat dus ook die crisis ten gevolge van die oorlog in Rusland consequenties heeft. Het leven is duurder geworden.
De roebel is gedevalueerd. En nu hebben de Chinezen al een aantal signalen gegeven aan die Russen. Dat die Russen niet hoeven te treuren van de boycott door die Europese landen. Dat China bereid is een aantal opzichten, een aantal dingen op te vangen op het gebied van handel, toelevering van dingen, kopen en verkopen van bepaalde spullen. Dat die Russen zwaar in onderhandeling zijn nu met de Chinezen. En dat heeft er weer toe geleid dat de regering van de Verenigde Staten die lucht begon te krijgen van mogelijke toenaderingen tussen Rusland en China ten gevolge van de oorlog aan het front van de Oekraïne. En die hebben dus nu China gewaarschuwd. En dat vind ik een beetje onsportief. China die al die tijd stil is gebleven, bewust zich niet heeft gemengd met die problemen van de oorlog, die wordt nu met de haren meegesleept. De Amerikanen hebben tegen de Chinezen gezegd, luister nou, jullie, dat is hier een hinderlijke story. Ja, jullie moeten die Russen niet helpen. Dat als die Amerikanen hebben de Chinezen gewaarschuwd, als jullie die Russen gaan helpen, dan gaan wij die sancties ook richting jullie uitbreiden. Dus dat betekent, en daar heb ik voor gewaarschuwd, dat noemt men in deze wereld, noemt men dat het domino effect. Je ziet dat dus het front Oekraïne gaat zich beginnen te verplaatsen op het moment dat China Rusland gaat helpen. En indirect is het niet eens met oorlog voeren, maar met bijvoorbeeld de schaarste die er gaat optreden in het gebied van, granen, de voedingsmiddelen die waar een tekort aan zal komen in Rusland, in verschillende steden. Als die Chinezen een signaal geven dat ze best wel voeding willen verkopen aan die Russen, wordt dat nu door die Amerikanen geïnterpreteerd als politieke steun aan Rusland. En dat betekent dus dat dat effect gaat ertoe leiden dat ook die relatie tussen China en de Verenigde Staten zal worden verstoord. En dan heb je direct ook een land dat eigenlijk met die oorlog niks te maken heeft. Bijvoorbeeld India, neem ik als voorbeeld. India grenst aan China. En India behoort ook tot die landen die bijvoorbeeld een enorme graanconsumptie hebben. En dus ook lijden onder allerlei boycott tegen die Russen. Dus die effecten zullen ook in India merkbaar zijn. En dan geldt het ook voor India dat die Amerikanen not amused zullen zijn als India zaken doet met Rusland. En zo geldt het voor de hele wereld. Die wordt erbij betrokken. Ik heb u al gezegd, die Russen die blijven ook niet stil. En die hebben de Amerikanen laten weten dat ze hadden al vliegtuigen gestuurd naar Venezuela. En ze hebben de onderhandelingen met Cuba weer geïntensiveerd. Dus de hele wereld begint steeds meer op scherp te staan. En dat is allemaal ten gevolge van die Oekraïne-oorlog. Maar daar ga ik niet verder op in. Ik wil alleen aangeven dat dat ook in Suriname als nieuws doorsijpelt. Dat steeds meer die Oekraïne-oorlog richting Zuid-Amerika begint te komen. Door allerlei indirecte contacten en consequenties van politieke stellingnames van verschillende landen in deze oorlog. Goed, ik ga verder met het nieuws. Dat een Surinamer, een bekende Surinamer, Chas Meynals, die is gedecoreerd in Cuba, heeft hij een of andere award in ontvangst mogen nemen vanwege verdienstelijkheden. En het is altijd leuk als een Surinamer hoog aangeschreven staat in het buitenland. En dat geldt dus ook voor Chas Meynals, die bijzondere verdiensten heeft volgens de Cubanen, in zaken de vriendschap tussen Suriname en Cuba. Ik wil erop wijzen dat die relatie met Cuba nu ook ten gevolge van die oorlogssituatie in Oekraïne ook onder druk komt te staan. Maar in ieder geval, er is communicatie en Chas heeft zijn decoratie in ontvangst genomen. We zullen misschien in de komende periode horen precies
waarin hij gedecoreerd is. En wat hij dan zo bijzonder zou hebben gedaan aan die relatie Cuba-Suriname. Maar in ieder geval wordt het in Cuba ten zeerste op prijs gesteld. Door deze hoge onderscheiding die hij heeft mogen ontvangen. Maar goed, dan is er het nieuws dat ik op de valreep had gebracht de vorige keer. Dat die Surinaamse zanger Poëzie, dat die geschoten was in de buikstreek. En dat zijn moeder hele emotionele reacties heeft opgenomen op sociale media. En er in de bevolking van Suriname behoorlijke deining is ontstaan over overmatig geweld dat door de politie van Suriname is gebruikt tegen Poëzie. Nu blijkt dat hij niet dodelijk gewond is geraakt. En nog ter zitting zelfs is verschenen, beschermd of verdedigd door zijn advocaat Nipte. En kortom, die zaak sleept zich voort, want ook in Suriname is er op klein mini-niveau een domino-effect dat deze en gene zich bemoeien met het optreden van de Surinaamse politie tegen deze populaire zanger. En zijn relatie die hij had met de president wordt erbij gesleept. Maar ook heb ik hier en daar in het nieuws kunnen vernemen dat die zoon van Santoki er ook iets mee te maken heeft en een beetje olie op het vuur gegooid zou hebben. Maar nogmaals, dat nieuws eigenlijk hoort niet in mijn selectie van nieuwsfeiten. Maar ik breng het voor de volledigheid, omdat hoe dan ook de publieke opinie in Suriname heeft bezig gehouden, dan bent u ook daarvan op de hoogte. Maar ik verwijs u voor de details naar andere nieuwsbronnen. In ieder geval, we gaan verder. Een nieuws uit Nederland, we zitten nog steeds in die internationale sfeer. Een nieuws uit Nederland is dat in Zoetermeer er drie verdachten zijn aangehouden in zaken een drugslaboratorium, dus een productie van drugs. Ja, die verdachten die komen uit Den Haag. Die drie verdachten, er zijn geen namen genoemd, ook geen initialen. Maar ik ga ervan uit in de berichtgeving dat het gaat om Surinamers uit Den Haag. En een bepaalde inlichtingendienst van Nederland, een zogenaamd Haagse economisch interventieteam, het interventieteam is het dus, het heet, is een inlichtingendienst van de belastingen, de douane, in samenwerking met arbeidsinspectie, OUWV en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Die hebben samen van die speurhonden en van die speuropsporingsdiensten die achter criminelen aangaan. En dus zijn er nu drie Surinamers. In feite zijn ze op het spoor gekomen die in Zoetermeer het drugslaboratorium zouden hebben. Maar als er meer informatie is, dan hoort u dat wel. Maar ik zit in Suriname, dus die informatie moet uit Nederland komen. En ik neem aan dat u dan behoorlijk op de hoogte zal worden gebracht van wat er precies daar aan de hand is. De zaak is nog in onderzoek. Verder zijn die Surinamers op de reistour. Men is aan het reizen. En de teams. Ik ga er alleen twee aan u voorhouden, want de kritiek vanuit de bevolking luidt eigenlijk dat je dus eigenlijk ziet dat die regering Santoki in alles gewoon het beleid van die vorige regering heeft voortgezet. En dus ook het reizen, het veelvuldig reizen. Er wordt me wat afgereisd. En op zich heeft de bevolking geen enkele bezwaar tegen die reizen. Maar de kritiek die je daar hoort gaat over die armoede die tegelijkertijd er is. Als je hoort dat die broodprijs wordt verhoogd, omdat de meelimporteur, de molen, aangeeft dat die door de stijging van die graanprijzen het brood in Suriname ook duurder wordt. Tot voor kort
kreeg je voor 10 SRD kreeg je 4 broodjes. En nu ga je minder dan 4 broodjes krijgen voor 10 SRD. Dus brood is in prijs omhoog aan het gaan. En het is niet de bedoeling dat bij elke Chinees die er een centje bovenop doet, ik er een nieuwsfeit van maak. Maar het treft heel Suriname dus dat het brood overal duurder aan het worden is. En met heel veel klachten van de Surinaamse bevolking. Maar ik was gebleven bij die vergelijking wanneer die bevolking dus leidt onder die verhoogde prijzen van allerlei basisgoederen, dan valt het op dat een aantal parlementariërs lekker in het vliegtuig stapt, ja, en men gaat allerlei vergaderingen bijwonen, zoals dus Conservation Internationaal Suriname, die heeft het mogelijk gemaakt dat er een delegatie naar Afrika gaat, en die gaan naar Gabon, een delegatie Surinaamse parlementariërs en Surinamers van verschillende organisaties die gaan naar Gabon en genoemd worden onder andere assembleevoorzitter Marinus B, assembleelid Aubert Canapé, minister Donota Forswijk van grondbeleid en bosbeheer, Garcia Emmanuel van de stichting bosbeheer, van de regionale ontwikkeling en sport, en dan heb je ook Stanley Patterson van de stichting bosbeheer en bostoezicht, adviseur van de GBW, Marinus Kambil en Andreas Talea van het wetenschappelijk bureau van de ABOP, allemaal maken deel uit van die delegatie. Dus u hoort het, een ABOP-delegatie en volgens directeur John Goedschalk van het Conservation International Suriname, de CIS, zegt dat het Conservation International Suriname 90% van de reiskosten betaalt. Dus we hoeven niet te gaan klagen dat het belastingcenten is, maar hoe dan ook, een reisje naar Afrika en een is er een andere reis wat er ook gewacht van wordt gemaakt. Die is naar Indonesië. Dus ja, die Surinaamse parlementariërs zijn zo belangrijk dat ze op al die vergaderingen moeten zijn in de hele wereld. Ja. In plaats van dat men naar Suriname veilig en veilig vaarwater brengt. Met betrekking tot de economische crisis die er woedt, zie je dat de parlementariërs op reis zijn. En zo is er een delegatie gegaan naar een vergadering, de IPU-vergadering in Bali, in Indonesië. En die vergadering gaat over zaken in zaken parlementen. Dat is de Internationale Parlementaire Unie, de IPU. Die vergadering in Bali. En dan is dus aan het hoofd van die delegatie is dan een VHP'er, Assis Kumar Gayadin. En onder andere in die delegatie zitten ook Melvin Bouva van de NDP. En die gaat als vertegenwoordiger van een comité van wetenschap en technologie in Suriname. Dan heb je nog een VHP'er die in die delegatie zit. Verder is er geen gewacht gemaakt van andere leden. Dat lid dat ook naar Bali afreist is Surjani Mingun. Die gaat ook naar Bali. Nou, prettige reis alle Surinaamse parlementariërs. Ik hoop dat Suriname nog bestaat als u terugkeert. Want u verlaat een Suriname dat in feite achteruit keldert en een heel moeilijk aan het komen is. Maar goed, dat weten we allemaal. Veel storing hoor, deze keer. Kijk, ik denk dat ik naar aanleiding van deze storing, het kan aan weersomstandigheden, ik weet het niet. Laat me even kijken. Ja. Ik heb hem nu stil gekregen.
ik kan doorgaan. Val. Zijn deze parlementariërs lekker aan het reizen. En gaan we verder met de parlementaire geschiedenis van Suriname. Maar voordat ik die parlementaire geschiedenis ga behandelen, want het heeft te maken met ontwikkelingen in de Surinaamse politiek, waarmee ik ga eindigen, want ik ga het deze keer een beetje kort houden. Het is woensdagochtend. Ik zeg u, u moet me even nog 1-2 keren de gelegenheid geven het een en ander te organiseren. Waaronder een storende kabel hier aan het telefoon. U kunt zich niet voorstellen, ik heb een nieuw toestel gekocht bij Kerpalani vorig jaar. Een telefoontoestel. En ik heb een beheerder hier achtergelaten. Een Surinaamse beheerder die ik heb betaald voor zijn beheerstaken. En die laat een telefoon achter waarvan die telefoonkabel zodanig is gekruld. Dat hij dus, en dat, daardoor hoort u die storing. Die telefoonkabel is zodanig gekruld dat hij door die krul tegendruk uitoefent om in een andere positie te gaan bij het knopje. En dat veroorzaakt die storing, heb ik onderzocht. Dus wat ik nou doe terwijl ik praat, ben ik met één hand bezig dat ding stevig vast te houden en te drukken. Zodat hij niet beweegt. Want die krul van 1000 keren die telefoon gebruiken en krullen in een verkeerde richting. Is dat ding in een kluwen verzand. Weet u waarom ik dit allemaal nauwkeurig vertel aan u? Om u aan te geven dat zo'n simpel ding als een telefoon, waar we nou last van hebben, dat niet lukt in Suriname om dat in het beheer aan een Surinamer over te laten. Dan mijn brokken alles aan die een simpele elektronica in Suriname gaat kapot, omdat men dingen in verkeerde richtingen beweegt en dan er verkeerde dingen mee doet. Men heeft geen bezwaar om bijvoorbeeld die telefoonhoren te gebruiken om iets te timmeren als men een hamer nodig heeft en die niet kan vinden. Dan gebruikt men die dingen voor andere doeleinden. En zo, nou wil ik u even een klein detail vertellen. Ik heb in mijn huis een aantal kastjes aangetroffen waarin je duidelijk ziet dat men is gaan staan op een lade om te klimmen, om naar boven iets te halen bij gebrek aan huisladder. En dan gaan al die kastjes kapot nog. Dan zie je dus, al die kastjes hebben op diezelfde hoogte een kapotte tree, een kapotte schap. Een kapot schap, een houten kast met allemaal op de verschillende punten dat men is gaan staan op dat ding. En het is een fiets die ik heb achtergelaten, krijg ik terug met kogelagers verdwenen. Ik heb net een rekening betaald van 300 SRD om te repareren. Trappers kapot, alles dus. Men doet er van alles mee en dat ding vernietigt binnen korte tijden. U zult dit patroon herkennen. En ik ben zo blij dat die storing zich verdijst houdt. Want ik houd de hele tijd die kabel in mijn hand. Maar dat ding verstoort mijn concentratie. Want ik moet met u bezig zijn. En ik volg tegelijkertijd die storing in die lijn. Enzovoorts, enzovoorts. En dat is om een idee te geven van die aanpassing. Wanneer je de switch tussen twee landen. En we hebben geen moderne apparatuur. Want je hebt draadloze dingen die feilloos kunnen worden afgestemd, maar die hebben we hier niet in Suriname. Je kunt het wel organiseren, maar dan neemt het weer tijd in beslag. Maar goed, dat is even een zijpad dat ik ben ingeslagen. En ik wou even, wil ik het hebben over de verjaardag nog van DA 91, die ik de vorige keer even heb behandeld. En ik ben een hele belangrijke naam, ben ik vergeten naar voren te brengen. Dat het zijn, dus naast die oprichters van DA 91, waarvan ik heb genoemd de belangrijkste Winston Jesrun. De man is plastisch chirurg. En had je ook nog, want nogmaals, DA 91 is een samengaan van vier politieke organisaties, de BEP, Alternatief Forum, AF, en Pendawalima, en de hernieuwde progressieve partij, de HPP, die hebben samen die A91 gevormd, maar het is gepaard gegaan met een aantal interne verschuivingen, ruzies en getouwtrek, maar
de man van de ideologie, die dus ideologisch de zaak een goede baan heeft geleid, is niemand minder dan Guillermo Samson, die een sturende rol heeft vervuld en ook de man die later Dagblad Suriname heeft opgezet, dat is Farid Pirkan, die schijnt ook daar meegewerkt te hebben bij de oprichting van DA91 en zeker Binda. En het komt erop neer dat door die bemoeienis van meerdere ideologen en mensen op niveau, dat die start van DA91, die nu haar 31ste verjaardag viert, dat die voor de Surinaamse parlementaire geschiedenis historisch is geworden, omdat voor het eerst in de geschiedenis van Suriname een nieuwe partij die niet bestond, maar tijdens die verkiezingsrace is opgericht als een samenwerkingsverband tussen vier politieke partijen. En dat die partij erin is geslaagd om bij de eerste keer dat zij deelnam aan de verkiezingen 9 zetels te behalen. Dat is niet eerder vertoond in de Surinaamse parlementaire geschiedenis. En waarom heb ik even toch aandacht hieraan besteed? Omdat nu het belangrijk wordt in Suriname, nu de regerende VAP-partij die de leiding heeft in de huidige regering heeft aangekondigd dat ze per januari, dus afgelopen januari, is de VAP begonnen met haar verkiezingscampagne. En dat is in Nederland aangekondigd toen de president, Sandrika Bazan Santoki, op bezoek was in Nederland. Heeft hij dat met Brad Kanti van zijn MOVO bekendgemaakt, dat vanaf medio januari de VHP er alles in het werk zal stellen om de controle te krijgen over geheel Suriname. En heeft dus Surinaamse Hindustanen met name in Den Haag opgeroepen, die hij diaspora Surinamers noemt, om hem te steunen in zijn campagne. Hij zegt, jullie moeten niet slapen hier in Nederland. Ik ben al begonnen in Suriname om de Hindustanen bij elkaar te brengen. En dat hebben wij hem zeer kwalijk genomen in Nederland. Wij, de Surinamers in Nederland, hebben als eerste dit ontdekt, dat dus meneer Sandrika Bazan Santoki die uitspraak heeft gedaan in Nederland. En toen is iedereen heeft zijn wenkbrauwen gefronst, omdat toen zonneklaar bleek dat de VHP, die de leiding had over de regeringscoalitie, dat die eigenlijk van die regeercoalitie geen Bromtjari had gemaakt, en zoals ze hebben toegezegd, en dat ook de VHP die de leiding had, de politieke leiding, niet als een Bromtjari dacht over de Surinaamse natie en de Surinaamse staat. Toen is Suriname woelig geworden. Dus je kunt zeggen, als gevolg van het bezoek van de president Santoki aan Nederland en de acties die er dien ten gevolge zijn gehouden in Nederland en in Suriname en de uitspraken die de president heeft gedaan in het buitenland over dat hij de zaak gaat overnemen hier in Suriname, dat heeft ertoe geleid dat er in Suriname deining is ontstaan, beweging in de verschillende politieke partijen die de politiek in Suriname allemaal zijn gaan bekijken door een etnische bril. En dat heeft geleid tot meer commotie in het land. Wat niet goed is voor de goede vrede, voor de vredige samenleving die we tot dan toe hadden in Suriname. Er speelt onder de oppervlakte spelen er etnische sentimenten ten gevolge van een benoemingenbeleid in politieke functies, waarbij men ziet openlijk dat de Hindustaanse burger bevoordeeld wordt met als het gaat om hoge functies. Men is er nu een beetje op aan het letten. En dat noemt men in Amerikaans Engels tokenisme, dat men pour la forme hier en daar, als het te gortig wordt, een paar creolen bij doet bij benoemingen. Maar in feite is die trend zich aan het voortzetten, dat ziet iedereen, dat het erop lijkt dat vanuit een kern in de VAP, de Hindustanse VAP, er
alles in het werk gesteld wordt om de positie van bepaalde Hindoestaanse groepen in het land te consolideren. En dat zet kwaad bloed in Suriname. En wij proberen, met wij bedoel ik alle Surinamers die een beetje oppositie voeren en kritisch zijn ten opzichte van die regering, proberen het in goede banen te leiden, dat het niet escaleert. Dat je toch op een of andere manier met elkaar kunt blijven praten in Suriname. En dat het niet ontaardt in allerlei raciale verwensingen en tegenstellingen. Laten we hopen dat het ding gaat liggen. De storm die leek op te laaien, dat die gaat liggen. En dat we afstappen van het etnische profileren en van het racisme in Suriname. Dat kunnen we niet hebben. En naar aanleiding van de verjaardag van de 91 en dit vraagstuk van oplaaiende etnische sentimenten in Suriname, wees ik erop dat het ook DA 91 is die als eerste onderdak heeft verleend aan de BEP, de Bosneger Eenheidspartij, ja, of de Broederschap, later hebben ze die naam veranderd, Broederschap Eenheidspartij, en dat DA 91 is onderdak heeft gegeven aan de binnenlandbewoners en is gaan samenwerken met Alternatief Forum. Ja, en dat zijn dus kleine Hindoestaanse partijen en Javaanse partijen. De Bad Pentawalima is de Javaanse partij. En de HPP, de hernieuwde progressieve partij, is ook een partij van Hindoestaanse intellectuelen. Ja, voornamelijk. Maar het is geen etnische partij, dat zegt men. Consequent trouwens, dat zeggen alle partijen. Men is niet etnisch. Als je kijkt naar die samenstelling van die partijleden, et cetera, zie je dat het wel degelijk gaat om een afsplitsing van een Hindoestaanse groep. Maar in ieder geval, DA-Eriën is in de loop der jaren steeds kleiner geworden, in plaats van dat die partij is gegroeid. En dat proces heeft zich ook voltrokken bij de meeste Surinaamse oude politieke partijen. Zijn in de afgelopen jaren allemaal kleiner geworden. Inclusief de NDP, inclusief de NPS. Want ik lees analyses van meneer Rusland die terugblikt op die NPS. En wat iedereen ziet, dat de NPS maar 2 zetels heeft gehaald, dat brengt Rusland in een ander perspectief. Die probeert nominaal aan te geven dat de NPS is gegroeid, maar door het kiesstelsel en de berekening van zetels onvoordelig uit is voorgekomen. Dat is natuurlijk half waar en half niet waar. Want nominaal is die NDP zeker afgenomen in ledental. Maar meneer Rusland heeft gelijk dat het extra is bespoedigd en verergerd door het oneerlijke kiesstelsel van Suriname. Of niet evenredig de macht verdelen onder het volk. Het kiesstelsel heeft een paar mankementen, maar dat kan je het kiesstelsel niet kwalijk nemen. Dat heeft te maken met de samenstelling van de Surinaamse staat en de bevolking die dat noemt men de demografie die binnenlands verhuist. Ik noem maar één voorbeeld, de binnenlandse bewoners die trekken naar de stad Paramaribo en gaan op andere plekken wonen. De Hindoestanen die trekken naar Nikeri en een aantal Nikerianen die trekken naar Wanica, district Wanica, waar ook veel Hindoestanen naartoe trekken en naar Saramaka, waardoor die samenstelling van die districten afneemt, maar het vertegenwoordigende aantal parlementariërs blijft hetzelfde. En zo krijg je dus dan onvrede dat mensen het kiesstelsel de schuld geven. Maar ik kan u verzekeren, het kiesstelsel heeft jarenlang goed gefunctioneerd in Suriname en het is moeilijker en nauwgezetter en ingewikkelder dan men. Men moet als het ware met meerdere dingen rekening houden. Het gaat niet om one man, one vote.
Want je hoort mensen, hoor je allerlei dingen roepen die een beetje plausibel lijken op afstand. Maar als je gaat zien wat het dan veroorzaakt in het parlementaire veld, moet je ervoor, je moet er namelijk voor zorgen dat die Indiaan en die tribale volkeren en de inheemse in het binnenland, dat die gelijkelijk zijn vertegenwoordigd in het parlement, terwijl hun infrastructuur te wensen overlaat. En ik praat met name over die tribale volkeren, waaronder de Bosland-Kriolen, die zich nu Maron noemen, die wonen in het diepe binnenland en waar de dorpen van overstroom zijn. De mensen zijn dus constant op de vlucht. In de jaren 60 heb je de transmigratieproblematiek, waarbij de bewoners van de dorpen in het Stuwmeer, die in het Stuwmeergebied lagen, die werden aangezegd om te verhuizen. En die mensen die geloofden het niet dat het water zou stijgen. En die zijn toen tussen de wilde dieren, Operation Grasshopper heeft samen met wilde dieren de Surinaamse tribale volkeren moeten verlossen van een watersnood dood in het Stuwmeer. Dus toen zijn ze ook opgejaagd naar andere gebieden. Diezelfde mensen zijn terechtgekomen in de wijk in de omgeving van Bronsweg. Ja? En tot overmaat van ramp heeft door betere technologie, hebben de multinationals met hun apparatuur, hebben ze berekend en uitgedokterd dat er een grote goudgordel onder Suriname loopt. En dat loopt precies onder het Stuwmeer door en precies in die omgeving van Bronswerk. Dus toen hebben de IAM Gold en dus die Canadese en die Amerikaanse maatschappijen hun multinationals gevestigd in die dorpen. En moesten diezelfde mensen weer verhuizen. Of tenminste, ze mogen niet participeren aan die goudexploitatie. Terwijl hun habitat, in feite, daaronder ligt dat goud. En het geldt ook voor indianendorpen, die telkens bedreigd worden dat ze moeten verhuizen. En, maar goed, door die situatie, ik was aan het uitleggen, dat die structuur van de Surinaamse districten telkens is veranderd. Mm-hmm. En een van de laatste veranderingen is bijvoorbeeld die Binnenlandse Oorlog, die heeft gewoed in de jaren 80, ja, tot medio 90er jaren. En die mensen, dat zijn de Surinaamse Bosland-Kriolen, oftewel Marons, die zijn grotendeels ook naar Frans-Guyana verhuisd. En die vormen een enorm immigratievraagstuk in Guyana. En die bevolking ter plekke was niet amused, omdat de Surinaamse bevolking al daar, in Frans-Guyana, regelmatig onderwerp werd van bespreking als het ging om nieuwe criminaliteit in Frans-Guyana. Dan bevond zich die criminaliteit bevond zich onder de uit Suriname gearriveerde mensen in Frans-Guyana in Saint-Laurent. En dat heeft zelfs geleid tot enkele rellen, zijn er geweest in het verleden, waarbij die Franse bewoners eisten vertrek van die Surinamers uit Frans-Guyana. Maar goed, dat is door een goed bestuur vanuit Cayenne en vanuit Parijs, is dat een beetje binnen de perken gehouden. En begon de Franse overheid te investeren in het welzijn van die Surinamers in Frans-Guyana. En die kregen mooie huizen toegewezen. Mm-hmm. Men maakte wetten waarbij zwangere vrouwen konden rekenen op €6.000 voor de opvang van babyspullen. En de nieuwe baby, die werd op die manier verwelkomd door de Franse regering, die dat doet ten opzichte van alle Fransen. Dus konden de Surinamers ook een graantje meepikken van de sociale voorzieningen in Frans-Guyana. Maar ook dat werd de Fransen te veel en wilde men een eind daaraan maken. Dat heeft de huidige president Macron heeft zichzelf ermee bemoeid om een beetje strenger te gaan kijken naar de uitkeringen die verstrekt worden. Omdat er werkelijk een rush was op die Franse sociale voorzieningen, waarbij de mensen natuurlijk een verbetering konden brengen in hun positie, vooral als vluchteling uit Suriname, waar in feite de hel was losgebroken tijdens en na die
Middellandse Oorlog is het nooit meer het oude geworden. Het oude, vredige Suriname waar je vrij kon lopen in de natuur. Dat is er niet meer. En dan wil ik u nog dit zeggen. Het is het laatste nieuws wat ik heb en dan ga ik ermee eindigen. En dan hoop ik dat ik die storing heb verholpen de volgende keer dat die afwezig is. Het komt erop neer in Suriname, terwijl de regering Santokki doorregeert, terwijl een deel van die regering op vakantie is, zoals ik ze net aangaf, terwijl de assemblee doorvergadert en de Surinaamse bevolking alle moeite doet om die crisis te kunnen verdragen, dus de wereld draait gewoon door, is er ook een beweging bespeurbaar in de Surinaamse politiek, namelijk dat verschillende groepen uit die maatschappij nu bezig zijn nieuwe politieke bewegingen op te zetten. Nieuwe politieke partijen, die kan men binnenkort gaan verwachten. En onder binnenkort, zeg ik, nog voor de zomer, nog voor de aanstaande zomer, zijn een aantal Surinaamse nieuwe politieke partijen en bewegingen zijn in de maak. En daarover ga ik de komende uitzendingen meer berichten. Maar het ziet er nou eindelijk naar uit dat die Surinaamse politiek zal veranderen. Het is een veranderingsproces waar ik u op de hoogte van zal houden. Omdat in Suriname er niets over wordt gerapporteerd. Om de simpele reden dat alles in Suriname persoonlijk is. Men, als je zegt er is een nieuwe partij of beweging, wil men direct weten welke personen daarbij betrokken zijn. Men schijnt minder aandacht te hebben voor de ideologie en de doelen van die nieuwe politieke partij en welke veranderingen men wenst aan te brengen. Maar men blijft vastzitten op het punt van wie is de leider, ja. om welke personen gaat er die het initiatief hebben genomen om die mensen vervolgens persoonlijk te gaan belagen met allerlei kritiek en dwarsboemerij. Dit was het voor deze keer. Dit was Ludwig van Bullier voor Radio Tamara. Ik heb het een beetje kort en bondig gehouden. En ik hoop dat ik volgende keer op dreef kan zijn. En de volgende keer is een vrijdag aanstaande. Ja, dat is 18 maart. Dan is de volgende uitzending in de nacht. Van vrijdag naar zaterdag. En dan heb ik ook een mededeling. Ik hoop dat ik er vrolijk programma van kan maken, omdat ik dan jarig ben. Ik ben 19 maart jarig en ik hoop dat ik de energie heb om dan toch in de nachtelijke uren het programma door te verzorgen. Nogmaals, odi odi, en ik ben zeer trots op u allen. Bedankt voor uw aandacht. Van met name die trouwe luisteraars wereldwijd, die we niet in de steek gaan laten en die ik zeker, nu ik in Suriname zit, extra zal bedenken met mijn nieuwsvergaring, zodat ik dingen naar voren kan brengen die interessant zijn voor hun. Ook voor hun. Dit was het nogmaals. Odi, odi. Iwan Beider. Nou, ik hoor je. Ik wacht op je laatste woorden. Juist, en die zijn nu. Oké, dankjewel. En tot de volgende keer. Beste luisteraars, we willen u excuseren vanuit de studio voor af en toe het slechte, tenminste de slechte kwaliteit van het geluid. En we hopen inderdaad dat het de volgende keer een stuk beter is. Nogmaals, bedankt voor het luisteren.